Ik ben Saskia, ik ben werkzaam op de afdeling bloedafname van CWZ. Ik werk vandaag op B82 en ik neem jullie mee om te laten zien hoe leuk en uitdagend mijn baan is. Vandaag ben ik begonnen met een kliniekronde. Ik ga samen met mijn collega's de afdelingen af en ga daar bloed afnemen bij de patiënten. Na de kliniekronde ga ik weer terug naar B82. Daar zitten vaak al een aantal patiënten in de wachtkamer. De eerste kennismaking met een patiënt begint met het controleren van al zijn gegevens. Het lijkt dat de momenten kort zijn, maar de momenten die je met een patiënt hebt kunnen zeer waardevol zijn. Mijn collega's en ik dragen er zorg voor dat er met zo min mogelijk ongemak bloed afgenomen wordt. Mochten wij het bloed hebben, dan dragen we dit over naar het laboratorium en zorgen dat de juiste gegevens bij de specialist of huisarts komt. Wat ook heel prettig is, dat je in een team werkt, maar ook individueel aan de gang bent. Je hebt je eigen contact met je patiënt in een kamer. Mochten er problemen zijn, heb ik altijd iemand achter de hand die me kan ondersteunen. Het is afwisselend werk. Je moet wat flexibel zijn, want de ene dag werk je in de route bij de mensen thuis. Een andere dag zit je in het ziekenhuis. Hallo, ik ben Morena Cornelissen en ik werk bij de bloedafname. En ik wil jullie vandaag iets meer laten zien. Vanmorgen ben ik gestart op een prikpost om 8 uur. Hier kwamen patiënten op afspraak om bloed te prikken. En daarna ben ik op verzoek van een arts patiënten thuis gaan prikken. Nu ben ik weer hier terug om de spullen in te leveren en de voorraad weer aan te vullen. Na het aanvullen van de tas ligt de route voor de volgende ochtend voor ons klaar. Die kunnen we dan meenemen. En dan zit de routerijder erop. Wat het werk leuk maakt is gewoon sowieso de zelfstandigheid. Hele leuke collega's, veel patiëntencontact. Het is gewoon erg wisselend. Ik vond het heel leuk om jullie iets meer te vertellen over ons werk. Hopelijk hebben jullie een goed beeld over medewerker bloedafname.